ladies and gentlemen. Now this is about the aircraft using the forward door. Once again, forwards on board, thank you and have a great evening. Passengers with young children, please hold their hands while outside and on the aircraft steps. Ja, volgens mij konden we de eerste 10 minuten kijken nog, voordat we de lucht in gingen. Dus ja, je vraagt je altijd af wat er gebeurt, wat er aan de hand is, wat er gebeurt. En ja, als je dan verbinding hebt. En we kregen verbinding toen Argentinië 2-0 voor stond. Dus toen was ik wel blij. Toen dacht jij appeltje eitje? Ah, oh, ja, toen dacht ik appeltje eitje. Ja, het was wel gezellig. Ja, een paar spelers waren niet voor Messi. Dan gaan we een beetje uitdagen. Dus dat, ja, het is allemaal leuk om te zien. Allemaal mooie herinneringen met teamgenoten. Dus, ja. Als je dat aan het kijken bent, droom je ooit van ja, die plek om daar te mogen en te kunnen staan? Ja, dat is de allergrootste droom voor mij. Sowieso WK, als je nog de finale mag spelen, dat is ongelooflijk. Dus, ja. Jij moet de grap maken. Dit is te grappig. Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez. Yeah! Ja, het is moeilijk voor te stellen, want ja, stel je hebt bij Jong PSV nu al een penalty, dan leeft er al een bepaalde spanning bij je van ja, een klein beetje druk van je wilt die penalty scoren. Dus ja, het is niet voor te stellen als je een penalty moet nemen in de WK-finale. Terwijl ja, als heel je land aan het kijken is en alle druk op jou ligt, ja, het is moeilijk om voor te stellen, maar knap van die mannen dat ze het goed gedaan hebben. Ik observeer een beetje hoe hun die penalties nemen. En ja, misschien kan ik daar ook wat trucjes uitpakken. Om de keeper op het verkeerde been te zetten. Bijvoorbeeld. Dan moet je nou natuurlijk niet te veel weggeven, maar waar let je dan specifiek op? Hoe hun zich gedragen als ze naar de bal lopen. Of als ze naar de keeper kijken. Of helemaal niet. En ja, zo kleine dingetjes let ik gewoon op. Ik was kamp Messi. Ja, het was een beetje zijn bekroning op een mooie carrière voor hem. En het enige wat hij nog miste om alles te winnen wat er te winnen viel. Dus ik ben blij dat hij hem heeft gewonnen. De goal! De goal! De goal! Ja, we hebben hem! We hebben hem! Ja, het is natuurlijk wel heel speciaal dat je op het trainingscomplex van United aan het trainen bent. Omdat je weet dat er natuurlijk heel veel grote namen hebben rondgelopen daar. En ja, je kijkt natuurlijk wel ja, extra wat even rond om te kijken hoe het daar is. En, maar ja, daarna gewoon focus op training en door naar de wedstrijd van vandaag. Ik denk spelen. Die anders zijn wat voor. Ik begon als kleine jongen bij de pupillen, bij de F. En ja, toen was het nog leuk en aardig, allemaal een beetje dolle. Ja, natuurlijk, je wil nog steeds wel die kleine jongen blijven om lekker te gaan dollen of zo. Maar het moet wel een keer serieus worden. En ja, dan gaat het echt om topsport. Want ja, ik heb één doel in mijn. In mijn hoofd en dat is de top bereiken. En ja, daar doe ik het voor. Binnen het veld ben ik meer met mijn spel, probeer ik meer een leider te zijn dan buiten het veld. Ben ik meer. Ik ben wel gewoon met iedereen goed en ik praat veel met iedereen. En ik hou wel van om wat te lachen en wat te dollen. Maar ik ben ja, liever binnen het veld een leider dan buiten het veld, denk ik. Ik wil graag
helpen. Soms vergeet ik zelfs om mezelf te helpen in plaats omdat ik te veel mensen help. En ja, ik probeer gewoon alles aan te doen om zo goed mogelijk te zijn. Is dat een valkuil van je? Dat je juist misschien wel te veel andere mensen wil helpen, dat je jezelf misschien wel soms vergeet? Ja, dat zou wel kunnen, ja. Maar mijn vader zegt ook wel vaak, mama, van je moet jezelf niet vergeten. Dat is zo. En ja, gelukkig heb ik hun die dat blijft herinneren. Dus dat komt wel goed. Wat me opviel bij jou gisteren, toen Argentinië volgens mij de laatste penalty nam, toen zei jij een paar keer, a little boy from Rosario, over Lionel Messi. Het zou een prachtig begin zijn van een documentaire. Stel, we zijn 20 jaar later, we maken een documentaire van Matthijs Tielemans. Hoe gaat dat beginnen? Ach ja, ik heb geen flauw idee hoe het dat zou gaan beginnen, maar ja, het zou toch een beetje beginnen met een jongensdroom van iemand die zijn hele leven bij PSV heeft gespeeld en is begonnen. En uiteindelijk ja, met zijn eigen land ja, de mooiste prijs van de wereld binnen wilt halen. Dus ik denk dat het zo een beetje zou beginnen. Vind ik het mooi is bij deze deal. 20 jaar maken we die. Ik ga mijn best doen. Ik denk dat United ook een team is dat aan de bal heel sterk is. Maar wel heel erg, zeg maar, aanvallend georiënteerd zullen zijn. Dus in de omschakeling zullen er kansen liggen voor ons. En ja, we zullen ervoor moeten zorgen dat we verdedigend goed staan om hun aanvalsspel ja, gewoon af te stoppen en dan proberen om aan de bal een hoog niveau te halen, zodat we ook tot kans kunnen komen. Ja, was een mooi stadion. Ook ja, wel wat aantal fans, meer dan ik had verwacht eigenlijk. Prima grasmat, leuke omgeving. Ja, natuurlijk is de wedstrijd tegen Manchester United altijd mooi. Brengt wat extra's met zich mee en ik heb ervan genoten. Eerste half uur was goed, we domineerden wel. Maar de laatste kwartier van de eerste helft werden we wel teruggedrongen. En ja, toen hadden we het wel lastig en hadden een paar grote kansen. En ja, gelukkig hebben ze die niet erin geschoten. Fantastisch. Ja, gelijk een oplading. Dus ja. Ja. Prima begin. Ja, gewoon mooi dat je hier goede resultaten had. Want als PSV zijn is het altijd mooi om je te meten op internationaal niveau. Dus als we onze laatste wedstrijd tegen Arsenal moeten afsluiten, dan ja, komen er mooie wedstrijden aan. Ja, waar het echt om gaat na de winter. Dus daar gaan we ons klaar voor maken. Leven strijden. Het was meer vermoeidheid, denk ik. Maar we stonden er als één team. En we hebben de nul gehouden. En dat was één team gedaan. Dus,